En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Bendy. Vandaag gaan we deze Elite Trainer Box van Darkness & Blaze openen. We gaan kijken wat er allemaal in zit en of we de waarde eruit kunnen halen. Dus let's go! Hier hebben we dan de Darkness & Blaze Elite Trainer Box. Darkness & Blaze is een set die ik niet heel vaak geopend heb, omdat ik deze set niet echt gespaard heb. Daarom vind ik het extra leuk om deze ETB samen met jullie te openen. Deze Elite Trainer Box heb ik gekregen van cardstore.nl. En als je de code BINDY gebruikt bij je aankoop van 30 euro of meer, krijg je een gratis Darkness & Blaze pack erbij. Dus check het zeker even, linkje in de beschrijving. Als eerste hebben we natuurlijk de Players Guide. En hier vinden we alle informatie over de kaarten en natuurlijk de setlist. Deze kaarten willen we poelen. De Rainbows en de Golden Rares, die willen we poelen. Nou, laten we de ETB openen. We halen eventjes alles eruit, even kijken wat er allemaal in zit. We hebben hier de Deck Dividers. Hier hebben we onze energy kaarten, een Cody kaartje. We hebben hier onze Sleeves. We hebben hier de Damage Counters en wat Dices. En natuurlijk de reden waarom we hier zijn, de Darkness & Blaze Packs. De topkaart van Darkness & Blaze is de VMAX Charizard. Dus ik ben heel erg benieuwd of we die kaart vandaag kunnen poelen. We gaan bovenaan beginnen met het eerste pakje. Ik heb ook geen idee of de pull rate van Darkness & Blaze oké is. Omdat ik niet heel veel Darkness & Blaze heb geopend, heb gekocht. Maar we gaan daar vandaag achter komen of we wat goede hitjes kunnen pakken. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben een Shelmet, een Lavita, een Jigglypuff. Die is cute. We hebben deze Reverse Holo Staraptor en een Holo Toxtricity. Nou, we beginnen tenminste met een holo. We beginnen niet meteen met garbage. Dus dat is fijn. Pack nummer 2. En ik ben heel erg benieuwd wat in deze pack zit. Ik zag wel al echt een heel schattig kaartje. Ik had een beetje spoilers gezien. Even kijken of ik hem daar tegen kan. Deze Torchic is zo cute. Ik vind deze kaart heel leuk. We hebben een Sharpinch. Weer een Jigglypuff. Een Ducklet. Kara Blast, een Reverse Holo Mariani of Marini, hoe je het ook wilt zeggen. En kijk, dit is garbage, want dit is een gewone Tailor Flame. Kan je niks mee. Of ja, je kan er wel wat mee, maar dat is niet wat we willen. Weer vier naar voren. En here we go. Estaravia, een Dino, de Aap, een Bunnelby, een Vanillite, Bothita, een Reverse Holo Big Parasol. En een Swanna. Jongens, we beginnen niet zo lekker. Nou, we hebben hier een pack waar Charizard voor op staat. Betekent dat dat hier de Charizard kaart in zit? Ik hoop het. Ik hoop het. Vier naar voren. Ik ben heel erg benieuwd of hier onze Charizard kaart in zit. Want ik ben wel toe aan een goed pakje. Want tot nu toe was het een beetje garbage. We hebben deze Reverse Holo Ursaring en een Holo Blaziken. We gaan door met ons volgende pakje. We zijn al op de helft. Dus pakje nummer 5. Ik hoop heel erg dat hier een goed kaartje in zit. Vier naar voren. Oké, we gaan een No Reaction Pack doen. Een No Reaction Pack. Old PC, a Duck Trio. Snubbull. Tauros. Rookie D. Oké, ik kan mezelf niet serieus nemen zo. We hebben Electrike, een Reverse Holo Penpour. En een Ampharos. Maar die Ampharos, dit is geen speciale kaart. Maar het is wel een heel schattig kaartje. Dat wel. Gaat er wat in deze pack zitten? Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd. En here we go. A Big Parasol. Rose. Weer een Rookie D. Een Wishy Washy. Een Pansage. Een Taurus. Een Diglett. Een Reverse Holo Octofish. En weer niks. Wat is dit? Oh jee. Jongens, onze ene laatste pack. I'm a bit worried, want we hebben nog geen hitjes. Dus ik ben heel erg benieuwd of we nu nog iets kunnen poelen. Ik hoop het met heel mijn hart. Want misschien zijn de Pokémon Go-goden wel gewoon aan het pesten. En krijgen we de hitjes pas bij de laatste packs. Dat zou wel heel gemeen zijn. We gaan het zien. Een Wishy Washy, Q-Fund, a Dino. Pansia. En een Reverse Holo Suicune. En een Hippodon. Niks. Oh my god, jongen. We zijn aangekomen bij onze laatste pack. Gaat hier dan iets in zitten? Ik heb geen idee. Ik hoop het. Ik hoop het met heel mijn hart.
Ik hoop het echt met heel mijn hart. Het zou me toch iets zijn als we niks uit deze box pakken. Als we helemaal geen hitje uit deze box pakken. Het zou wat zijn als dat zo is. Dan kan ik wel janken. Oké, een Galarian Mr. Mime. Een Torchic. Een Aron. Reverse Holo Aron. En jongens, we hebben een hitje. We hebben tenminste één hitje. Ik zie een randje. Oké, we gaan het heel langzaam doen. Oeh, we hebben deze Full Art Rhyperior kaart. Maar ik vind het wel een hele vette kaart. Ik vind de kleuren heel leuk. Vooral omdat de achtergrond een beetje een rainbow effectje heeft. Dat maakt het gewoon een hele leuke kleurrijke kaart. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om iets te bestellen bij cardstop.nl. Want als je de code Bindi gebruikt bij je bestelling voor meer dan 30 euro, krijg je een gratis Darkness Ablaze pack. En ik hoop dat jij dan meer geluk hebt dan ik. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei doei! We'll be right back.